Salam, horloge broeders en zusters. This week's watch is 143. Ramon van der Leij, ook wel bekend als Ramon Soprano. Rutger Kooijman, ook wel bekend als Lange Jan de Giraf. Wie zegt die wou dat jij de intro mag doen? Oké, nou goed, dan doe jij de intro. dat was het. En we zijn alweer beland bij This Week's Watches nummer 143. Twee merken die deze mooie drop vertegenwoordigen. Dat zijn namelijk Patek Philippe en Rolex. En Ramon is de eerste die zometeen zijn oordeel mag vellen. De eer is aan mij. Oké, nou dan gaan we gewoon gelijk beginnen met een Rolex Erking. 5500, maar niet zomaar een Erking, dat zeg ik altijd. Deze keer uitgevoerd, niet in goud. Weet je waarom niet? Dit is gewoon goud, Ramon. Nee, hij is 9 karaats goud. En dat betekent dus dat goud van alle materialen in de minderheid is. Dus pas vanaf 14 karaats goud is hij volledig goud. Mag je hem goud noemen. Nou, een Rolex Erking uitgevoerd in 9 karaats goud. Op een hele mooie, bijzondere brick bracelet. Ook uitgevoerd in 9 karaats goud. Natuurlijk heel bijzonder, omdat de Rolex Erking van oudsher gewoon een entry-level Rolex is. Dus het instapmodel. Werd daarom bijna nooit in het goud uitgevoerd. Bij deze hadden ze een uitzondering gemaakt. Wat ook bijzonder is, is natuurlijk de mooie honeycomb dial op dit horloge. Normaal gesproken zie je vaak door het radium dat de honeycomb dial aangetast wordt en dat die niet meer zo gaaf is. Omdat deze slechts 3 radiumplots heeft, namelijk naast de 3, de 6 en 9, wat natuurlijk ook wel iconisch is voor de Erking, is de honeycomb dial echt puntgaaf gebleven. Nou, dat maakt dit horloge voor mij wel af. Uiteraard ook de claw markers en de alpha hands. Super gaaf horloge. En uitgevoerd dus, wat ik al zei, 9 karaats goud uit het jaar 1965, €12.300. Gaan we door naar het tweede horloge van deze drop. En die is wederom voor jou, waarde collega. Eer aan mij. Deze, weet je het zeker? Is het de Red Vignette? Zeker. Oké, hartstikke goed. Rolex Day-Date. Deze keer uitgevoerd met een vignettenplaat. Nou, die hebben we wel vaker. Vaak hebben we de blauwe vignettenplaat. Dat is ook de meest voorkomende. Veel mensen weten niet dat je ook nog een aantal andere kleuren hebt. Namelijk de bruine, die komt daarna. De groene, dat is de meest zeldzame. En de rode, de op één na meest zeldzame, zeg maar. De één na zeldzaamste. Deze keer in een kast van een 18238, als ik het goed heb. Klopt dat? Zeg dat klopt. Goed? Ja, 18238. Dus dat is een day-date met double quickset functie. Een hele gave staat. En dit is eigenlijk gewoon een day-date voor iemand die eventjes net wat anders wilt. Die misschien niet zo fan is van het blauw in combinatie met goud. Maar wel de vignette heel bijzonder vindt. Omdat dat dan natuurlijk ook is. Die mooie degradé plaat waarbij de buitenste ringen erg donker zijn. En het steeds lichter wordt naar het midden van de wijzerplaat. Dat heeft natuurlijk wel een heel mooi effect. En zeker in het rood vind ik het eigenlijk wel heel chic ogen. Wel super chic op deze manier. Past ook mooi gewoon bij het warmen van het goud. Of een rood wollen truitje. Of een rood wollen truitje, inderdaad. Met de kerst. Ja. Dit horloge komt uit 1989. En de prijs is €16.900. Duidelijk. Maken we gelijk een stapje naar een andere day-date. En dat is namelijk de volgende. Een DD met een stone dial. Dit keer uitgevoerd in de referentie 18208. Houd dus in dat die sowieso in dit geval komt op de gouden riveted oyster bracelet. En dus met die domed bezel. Wel een dubbel quickset. Dus de laatste generatie waarop je eigenlijk deze stone dial voor ziet komen. Mm-hmm. En hij komt ook nog eens als een full set. De DD die we hier voor ons hebben is officieel howlite. Dat is dus geen marmer, al wordt die vaak op internet marble of marble dial genoemd. Mijn horloge is een paar jaar terug ook nog eens geveild bij Philips. Wat toch wel een vooraanstaand veilinghuis is. Hij komt dan ook nog met de originele tag van Philips. Waardoor je hem ook aan de hand van het serienummer weer terug kan vinden op hun website. En de oude lot dus zeg maar kan zien met alle gegevens van dien. Horloge komt uit 1998, komt dus als full set. En de prijs is €28.300. Oké. Even kijken. Volgens mij heb ik nu weer de eer, hè? Ook met een stone dial, of niet? Volgens mij heb jij gelijk? Even kijken. Ja.
Even kijken. Maar nu een patje. Een inderdaad, Patek Philippe. Dat is hoe wij straathorlogehandelaren Patek Philippe noemen. Een Patek Philippe referentie 3646. Dat is bij uitstek de ellips die met stone dials geleverd wordt. De ellips komt dus ook in meerdere varianten. Dus meerdere soorten stone dials. Je hebt ze met onyx. Minder vaak met lapis lazuli. Omdat ze daar al vrij vroeg, volgens mij begin jaren 90... niet zozeer gestopt zijn met de productie daarvan. Maar begin jaren 90, in 93, is de laatste lapis lazuli ellips geveild. Deze komt uit 1978. En ik denk, ja, wij gokken als we een beetje kijken naar de markt en hoe vaak we ze aangeboden zien, dat er misschien 5 stuks van op de markt zijn. De ellips is natuurlijk een welbekend horloge onder ons. Je ziet hem niet vaak met de stone dial. En daarom is het natuurlijk voor ons wel een primeurtje om deze een keertje toe te kunnen voegen aan de collectie. Wat ook gaaf is, vind ik, is dat de kroon, daar waar wij eerst gewoon ervan uitgingen dat het saffier was, omdat dat in de meeste gevallen zo is, ook van lapis lazuli is. En dat zie je dus ook terug bij de andere stone dial ellipses. Nou, de getrapte kast geeft hem net eventjes wat meer diepgang, eventjes net wat meer hoogte of zo. Ik vind toch de ellips vaak is een beetje plat en daardoor vind ik het meestal net iets te elegant voor mij. Komt ook op de Patek Philippe strap met uiteraard de buckle die dezelfde vorm heeft. Dus ontworpen volgens de golden ratio. Net als mijn gezicht. super mooi horloge. Hele elegante wijzers. En deze kwam dus ook vaak voor de Arabische markt of iets was het? Omdat dit het meest exclusieve, dure model was. Ja, dit was destijds inderdaad een van de meest exclusieve Pateks. En werd daardoor dus veel door sheiks besteld. En vaak ook dus met een stone dial of met een crest dial ook. Wat ook natuurlijk wel heel gaaf is. Dus vroeger was dit inderdaad echt de ziekste Patek. Ziekste patje die je kon bestellen. Ja, toch? Ja, man. Komt uit 1978, wat ik al zei. Een prijs is €29.000. En hij komt met de extract of die archives, toch? Ja. Ja, dat was hem. Ja. Doe jij? Ja, dankjewel. Ga ik ervan start met de laatste twee horloges van deze drop. En niet zomaar twee horloges. Twee chronografen. Waar we beginnen met de volgende. Dit is namelijk een Rolex chronograaf. Referentie 3525. Nicknamed Barilletto. En dat is weer Italiaans voor barrel. En dat is weer Engels voor ton. En dat heeft dus te maken met iets in het uurwerk. Waarschijnlijk de 4 ton of iets in die richting. Dus dat was het. Technisch lang verhaal kort. Referentie 3525 Barilletto. De eerste Rolex chronograaf die kwam in de Oyster casing. Deze werd eigenlijk, de productie die ging van start in 1939. En dan werd een kleine 10 jaar geproduceerd. Dit exemplaar komt uit 1946. En heeft een kast van een slordige 35 mm. Wat een hele mooie maat is voor zo'n chronograaf natuurlijk. Horloge komt nog met de originele buffetkroon. En heeft ook sowieso zowel op de uren, minuten, secondenwijzers als de chronograafwijzer werd er gebruik gemaakt van geblauwd staal. Dat is wel heel mooi. En het matcht ook heel mooi met die tachymeter skill die je natuurlijk nodig hebt om je tijd en zo te meten. Horloge ging dus in productie in 1939 voor een kleine 10 jaar en werd geproduceerd in zowel staal, geelgoud, rozeegoud en bicolor. Wij hebben hier dus de mooie stalen variant op de Beats of Rice bracelet met natuurlijk de originele sluiting. Dat is een mooi klokje. Mooi ding inderdaad. Gaan we nu door van de Rolex chronograaf naar de chronograaf van Patek Philippe, referentie 3970. EJ. In mijn ogen een van de mooiste chronografen die Patek Philippe ooit heeft gemaakt. Zowel door de mooie dial layout als het formaat met de prachtige pump pushers. Referentie is dus 3970 EJ, waar de E slaat op de kastdeksel, waar ik zo eventjes op terugkom, en waar de J staat voor het materiaalgebruik wat in dit geval geel goud is. De 3970 is eigenlijk geproduceerd in 4 verschillende generaties, waarbij de eerste generatie 3970 nog gebruik maakte van een klikdeksel. Omdat dat natuurlijk niet super meewerkt op het gebied van waterdichtheid, hebben ze ervoor gekozen om bij de tweede generatie al over te stappen op de
op de schroefdeksel eigenlijk, waardoor ze de waterdichtheid konden garanderen. En dat hebben ze ook zowel in de derde en vierde generatie, zijn ze daar eigenlijk bij gebleven. De eerste generatie die kwam eigenlijk met die leaf hands en die betonmarkers die hier zat. Dat zag je ook nog terug op de tweede generatie. En bij de derde generatie, die ik hier in mijn hand heb, zijn ze eigenlijk overgestapt op de toch wel vrij brede needle hands voor zo'n type handset en de mooie betonmarkers. Horloge komt uit 1993, komt met Extract of the Archives en is vanaf vandaag bij ons te koop voor €70.000. Hé, hey, dan heb je toch eigenlijk... Zeg het maar. Nou, dat ga ik wel straks zeggen. Dit wordt wel mijn favoriet. Oké. Okay. Ramon verraadde het inderdaad al eventjes, maar we zijn weer aangekomen bij de favoriet van de week. Ja. En jij kon niet wachten. Ik kon niet wachten. Ik ben zo enthousiast. Dus vertel. De 3970, die heb jij helemaal perfect aan mij verkocht. Maar weet je waarom eigenlijk? Nou. Een Patek Philippe, chronograaf, in zo'n mooie maatvoering voor €70.000. Dat is toch veel vetter dan de chronograaf die iedereen vandaag de dag wil. En dat is de 5970, die voor mij ook veel te groot is overigens. Ja, en het leuke vind ik eigenlijk dat die 3970... is best een tijdje in productie geweest. Er zijn er dus best veel geproduceerd. Maar er zijn er altijd op een of andere manier maar heel weinig op de markt. Ja. Dus er zijn altijd heel veel mensen die op zoek zijn naar het horloge. We krijgen natuurlijk ook heel vaak de bericht van hebben jullie al 3970? Maar op een of andere manier is het aanbod toch heel schaars. Ja. En dat is wel het mooie eraan. Dat het een soort van mythisch horloge blijft. Het is by far mijn favoriet dit. Ook gewoon ook om als je dit horloge in je hand hebt en om je pols doet, dan ja, je krijgt er gewoon wel echt een bepaald gevoel van. Het is wel echt, ja gewoon zo'n. Het staat ook gewoon gruwelijk. Ziek gevoel. Zowel als je gewoon heel echt net gekleed bent, maar ook als je gewoon een jeans of een spijker. Pas bij een jeans en een spijker. En je hebt een t-shirtje, dan is dit ook vet. Inderdaad. Ja. Wat is jouw favoriet van de week, Rutger? Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik eerst helemaal overtuigd was van die 3970. Maar die heb jij ook al, dus dat zou natuurlijk niet leuk zijn. Ja, kunnen we niet zijn. Maar ik was toch wel een beetje overtuigd van die Ellipse. Eigenlijk om meerdere redenen. Die stepped case. Ja, die dat ik niet, is vet, die persoonlijk niet eens per se mooier vind dan de klassieke casing. Ja, dat geeft hem, maakt hem wel iets robuuster of zo. Maar dat en het feit dat hij natuurlijk gewoon door de jaren heen, dat destijds het meest kostbare model was. En dus vaak samenkwam met zowel die stone dials als die crest dials voor de Arabische markt. Ja. Maakte het hem natuurlijk heel zeldzaam. Je zei al even dat hij in 1993, dat er voor het laatst eentje openbaar geveld, eentje dus geveld is. En dat zegt denk ik wel genoeg over de zeldzaamheid. En dat maakt het gewoon heel tof. Kijk, een normale ellipse vind ik heel mooi om te zien. Ook voor het eerst zag ik laatst toevallig die modernere ellipse, wat echt een tof horloge is, maar toch vrij prijzig eigenlijk voor een ellipse vandaag de dag. En dan heb je dit. Maar als je kijkt hoe zeldzaam dit is, dan heb je voor dat geld wel echt denk ik een gruwelijke dress watch die je nooit meer terug gaat vinden. Ja. Dus zodoende. Dus twee patjes als favoriet. Ja. Top. Nou jongens, dat was hem weer. This Week's Watch is 143. Vonden jullie dit een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Laat ook even in de comments weten wat jullie ervan vonden. En dan zien we jullie volgende week weer terug. Met nog meer vuur. Vuur. Vuur.